Ik ben Yvonne Noorman en ik sta hier in het Vissersdorp van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Als u ons mooie museum bezoekt en u komt vanaf de boot, is het eerste waar u in belandt het Monnikendammerstraatje. Hier ziet u de huizen die aan het zuideinde van Monnikendam stonden. Monnikendam, dankt zijn naam waarschijnlijk aan de monniken die daar heel lang geleden hun invloed op hadden. En dat waren de Noord-Bretijnse monniken uit Friesland. Zij hebben dammen en dijken gebouwd in Monnikendam. Deze huizen stonden hier aan het zuideinde. En zoals u ziet lijkt het alsof ze een beetje in de diepte liggen. Dat komt omdat dit vroeger de dijk was. Die was dus voor het huis. Buitendijks betekent dat de huizen aan de achterkant aan de Zuiderzee grensden. En een aantal keren per jaar stroomde de Zuiderzee zo door hun woning. En u ziet, het is niet erg hoog, 60 centimeter. Maar als u dat binnen in uw huis heeft, nou, dan werd u niet blij. De dijk hier voor de huisjes aan het zuideinde is een aantal keer verhoogd. En de laatste keer was na de verschrikkelijke watersnoodramp van 1916. Aan de overkant van het straatje ziet u de rollaag. Die diende voor de snelle afwatering van het water en stond in verbinding met de sloten. Het dijkje werd ook gebruikt voor het sociale leven. Je kunt je voorstellen dat in die huisjes het een krappe bedoeling was met soms wel 9, 10 mensen in één huisje. En dan was men blij dat men er even uit kon. Dus hier werd gehandwerkt door de moeders, gespeeld en natuurlijk een heleboel gekletst. Deze houten kisten met gaten waren een bekend beeld in de haven van Monnikendam. Ik ben heel benieuwd of jij weet waar ze voor dienden. Kijk de video af voor het antwoord op deze vraag. We staan hier nu aan de achterkant van het zuideinde van Monnikendam. En zoals je ziet, de Zuiderzee was heel dichtbij in die tijd. En een aantal keren per jaar stroomde die Zuiderzee zo door de tuintjes de woningen binnen. Die mensen waren eraan gewend. Ze waren in principe er ook niet heel angstig voor, want het water bleef vrij laag. Het was wel een hoop gedoe, want het beddengoed moest naar boven, de meubels moesten naar boven. En dan moesten ze een paar dagen blijven zitten en wachten tot het water weer was gezakt. En daarna was het natuurlijk schoonmaken geblazen. Je zou denken, je wil hier niet wonen als er zo vaak een overstroming is. Maar de mensen betaalden voor dit stukje grond, een huisje op dit stukje grond, buiten dijks, gewoon veel minder huur. Dus dat was aantrekkelijk. Een ander nadeel van de overstromingen was dat de waterput vol raakte met zout water. Die moest dan helemaal schoongemaakt worden. En ja, zolang hadden die mensen geen water, zou je denken. Maar ze kregen dan in die tijd gratis water van de kerk. Achter de huizen aan het zuideinde van Monnikendam hadden ze hun eigen rokerijtjes, ook wel hangen genoemd. En in één zo'n hang kon je wel 500 haringen roken. Als ze waren schoongemaakt, gepekeld en gespoeld, werden ze door de vrouwen meestal aan de speten geregen. En ook kinderen hielpen mee, uit school als ze 9 jaar waren en zelfs volledig als ze 12 jaar waren. Ze moesten bijvoorbeeld zorgen dat de haringen niet aan elkaar plakten. Je kunt je voorstellen dat het met al die rokerijtjes op de buurt lekker rook naar vis. En dat was niet voor iedereen prettig, want de vrouw wilde natuurlijk dat hun wasgoed lekker rook. Wat denk jij dat de beste dag was voor de vrouwen om hun was aan de lijn te hangen? Nou, Monnikendam is een van mijn favoriete plekjes in dit museum. Maar natuurlijk heeft ons museum nog veel meer mooie plekken en mooie verhalen. Laat ons weten wat jouw favoriete plek is. En wie weet komt die in de volgende video wel voorbij. Deze houten kisten met gaten noemden ze viskaren. Hierin werden levende, pasgevangen vis bewaard, zodat hij lekker vers bleef. Omdat er de hele week door de rokerijen een dikke, vette laag rook boven het zuideinde hing, was zondag de geschiktste dag om je was aan de lijn te hangen. Want dan ging iedereen naar de kerk.